Het is 2 dagen na de historische overwinning van FC Groningen op PSV. De vaste volgers van de trainingen van FC Groningen zijn nog steeds enthousiast. Voor hen was het genieten afgelopen zaterdag. Speciaal de pet ervoor opgedaan? Ik heb speciaal deze pet opgedaan omdat Groningen zaterdag gewonnen heb. Ik heb anders altijd de pet van Manchester United. Al blijft FC Groningen is mijn club hoor. Dat is de eerste club en dan komt Manchester. Maar daarom heb ik speciaal de pet op. Heb je ook genoten zaterdag? Enorm. En vooral het laatste half uur vond ik wat dat betreft dat het lang duurde voordat de wedstrijd afgelopen was. Genoten zaterdag? Ja, geweldig. Ik had alleen niet verwacht dat de laatste 2 wedstrijden 6 punten waren. En nou ook zaterdag helemaal. 1 man had het wel verwacht. Want FC Groningen keeper Marco Bizot zei vrijdag al dat FC Groningen voor het eerst zou gaan winnen in Eindhoven. Het wordt zaterdag de eerste keer in ieder geval, ja. En waarom? Waarom? Omdat wij beter zijn. Marco, hoe is het met jouw voorspellende gaven? Ging goed, hè? Ja. Ja. Je was ervan overtuigd, wij zijn beter. En ziet het resultaat? Ja, maar dat gevoel had ik al de hele week. En ik denk niet alleen ik, maar het hele team was er klaar voor. Een goede trainingsweek gehad, vertrouwen opgedaan tegen Vitesse. Ja, zo zie je dat je ook gewoon met PSV kan winnen. Daar gaat Kostic. Duel heeft hij met Arias. Daar is een prachtig doelpunt van Sivkovic. Hij heeft er natuurlijk wel wat hulp bij nodig en die komt als geroepen via Kostic. Schitterend. We hebben historie geschreven natuurlijk. Hè? Ja. We hebben nog nooit gewonnen, dus daar bij PSV. GVV heeft daar geloof ik in 65, toen met Koeman nog. En Gerrit van Tilburg die scoorde toen daar nog. En maar daarna niet meer, hè? Hooguit gelijk. Nou heb je allemaal plakboeken vanaf 1971. Klopt. En nou voor het eerst pas dat erin staat dat Groningen in Eindhoven voor PSV heeft gewonnen. Nee, dat is inderdaad zo. Dat vind ik ook schitterend. En ik zal er ook een verhaaltje bij schrijven. Dat vind ik zelf ook wel even nodig nu. Wat ga je erbij schrijven? Nou ja, goed, dus dat het historisch was en dat het misschien dus wel eens dichterbij geweest is om daar te winnen. Maar de laatste jaren was het toch altijd direct na 5 minuten eigenlijk dat je kon zeggen van het ging alweer verkeerd. En hier komt de volgende mogelijkheid voor Groningen. En ook deze wordt toegekend en is van Kostic. Nou moet ik zeggen, en zo van de Velde. Nou, die er weer bij is, dat is mama Gochemie. Maar dan kan je aan die Willems zien, want die Willems die wist niet meer of die nou links of rechts loopt, maar of in het midden. Die was de weg helemaal kwijt. En dat scheelt ook hoor. De ontlading direct na de wedstrijd was groot bij iedereen. Bij de FC Groningen supporters die waren meegereisd naar Eindhoven. En de fans die de wedstrijd op de televisie hadden gezien. Ik was blij dat het uiteindelijk afgelopen was. Ik vond het echt heel spannend het laatste gedeelte. Ja. En hoe heb je het gevierd? Nou, we hebben hem stevig geborreld erop genomen. Dol enthousiast, de wedstrijd was afgelopen. Juichen door de kamer heen. En mijn vrienden ook allemaal die ik gehoord heb, waren allemaal dol enthousiast. Veel reacties ook gehad van mensen? Via social media, Facebook, noem maar op. Ja, zeker. Zeker heel veel mensen die ook denk ik opgelucht waren. En ook omdat het natuurlijk de eerste keer was voor ons. Dat het helemaal fantastisch was. Maar ook gewoon dat de mensen nu zien dat er een beetje die neerwaartse spiraal die is gewoon nu omhoog gegaan. En ik denk dat heel veel mensen er ook heel blij mee zijn. En wij natuurlijk ook. Assistenttrainer Dick Lukien was vrijdag jarig. Hij kreeg een dag later van de spelersgroep het perfecte cadeau. Unieke 3 punten uit Eindhoven. Ja, dat was natuurlijk een geweldig cadeau. Zonder die andere cadeaus tekort te willen doen, want we hebben thuis natuurlijk problemen. Dat waren ook geweldige cadeaus. Maar als je als ploeg zijnde in Eindhoven mag winnen van PSV, ja, dat is natuurlijk dat is mooi. Een toetje op de taart, zoals dat zo mooi heet. Lekker hè hier.